Staatsbedrijven moeten meer met elkaar samenwerken. Dit zei directeur Raoul Abisoyna vandaag bij de ondertekening van een overeenkomst tussen de Surinaamse Televisiestichting en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Het ligt in de bedoeling dat diverse producties van SBB via de nationale zender uitgezonden zullen worden. Communicatie naar de samenleving toe is nooit genoeg. Het is breed en je gaat steeds moeten blijven bijstellen en zaken anders aanpakken. Die informatie die je misschien afgelopen jaar al hebt gedeeld met de samenleving, na een paar maanden, na een paar jaren, blijkt dat diezelfde informatie weer nodig is. Alleen ga je moeten bijstellen en aanpassen. Hoe breng je het? Hoe had je het toen al gebracht? En hoe wil je het nu brengen, zodat je weer die mensen die je zou willen bereiken, kunnen bereiken? Volgens directeur Stanley Bettersen van SBB moet er meer duidelijkheid verschaft worden aan de samenleving over het reilen en zeilen van de organisatie. In de afgelopen tijd is SBB negatief in het nieuws verschenen. Onder andere de cocaïne in houtblokken en het incident met een houttruck op de Weidenbosbrug. Echter wordt het bedrijf onterecht meegesleept in deze kwesties. Naast het wegpoetsen van het negatieve imago zal de samenleving ook informatie krijgen over hoe het houtvellen eraan toe gaat. Middels deze producties willen wij ook de samenleving aware maken om ons te helpen als SBB om ook een oogje in het cel te houden, omdat SBB alleen niet in staat is om die illegaliteit binnen de houtsector allemaal aan het licht te brengen. Vandaar dat we daarbij de hulp nodig hebben van de gemeenschap. Met die informatie die er zal komen gedurende deze periode, zal de gemeenschap ook in staat zijn te weten wanneer er sprake kan zijn van eventuele illegaliteit of niet. Dus het zal heel veel kennis met zich meebrengen voor de totale Surinaamse gemeenschap, voor zij die deze programma's zullen bekijken. En wij zullen dan ook meer inzicht krijgen in onze bossensector en het belang daarvan voor Suriname en voor de wereld. Voor de communicatiemanager Dino Sopraien is het een uitdaging om de juiste informatie te brengen naar de samenleving. Soms schijnt men nog een vertekend beeld te hebben van SBB, benadrukt Sopraien. Als men truck ziet op straat met hout, begint men SBB al te bellen van hey, wat doet die truck met hout op straat, terwijl het niet altijd te maken heeft. Het heeft gewoon te maken met justitie en politie. Wij zijn gewoon een controleorganisme om te kijken dat het oosten van hout en transporteren, dus van punt A naar punt B, dat is voor de politie. Dus we hebben gemerkt dat de mensen dat niet zo goed begrijpen. En dat willen we de mensen bijbrengen van, kijk, wij zijn belast met die controle. Onze hoogste doel is natuurlijk duurzaam bosbeheer. En als we kijken naar onze rol internationaal, doen we een heel goede job, maar dat weet die samenleving niet. Dus al deze zaken willen we de mensen bijbrengen. Kijk, we zijn nog steeds het groenste land ter wereld. Het komt door onze controle, hoe je draait of keert. En natuurlijk vallen er steken, mensen gaan in de fout, maar overal doen we een goede job. En ik vind ook persoonlijk als SBB'er dat die samenleving moet weten dat we een goede job doen.